In deze video-examen 2022 tijd vak 1, VWO wiskunde A en we doen vraag 5 en 6. Nou, de levensverwachting is het aantal jaren dat mensen naar verwachting gemiddeld zullen leven vanaf hun geboorte. In 2013 was de levensverwachting in Nederland 81,04 jaar. En dat kun je in principe aflezen daar. 81,04, een lijntje naar beneden, dus 2013. In Nederland stijgt de levensverwachting al geruime tijd en in figuur 1 is de ontwikkeling van de levensverwachting in Nederland sinds 1950 weergegeven. En de figuur staat ook vergroot op de uitwerkbijlage. We gaan naar de volgende bladzijde. En we zien ook dat de levensverwachting vrijwel lineair stijgt. Dus we hebben dan te maken met een, ja, als je een formule zou willen opstellen. L is AT plus B en dan is 1950, is dan T is 0. Dus dan zou dit bijvoorbeeld een lijn kunnen zijn. Ik heb het zo goed mogelijk geprobeerd te doen. En wat staat er nog meer? Volgens een recente schatting zal in 2099 de levensverwachting van Nederlanders 90,78 jaar zijn. En we moeten dat onderzoeken met behulp van de uitwerkbijlagen. Nou, daar heb je geen ruimte voor. Of deze schatting overeenkomt met een schatting die uitgaat van een lineaire toename van de levensverwachting. Nou, ik heb het als volgt gedaan. Ik zoek twee punten en ik kan 2008 kan ik prima aflezen en 1950 ook, hè? Want we hebben dan een stijging. Hij gaat dus van 71,5 naar 80 en hij gaat dus 58 jaar naar rechts. En dan ga ik dat even netjes opschrijven, want ik ga dus berekenen mijn helling. Dus ik laat zien dat ik twee punten gebruik en dan begin ik met het rechterpunt. Dus dat is 2008 naar 1980. Of 2008. En dan heb ik levensverwachting van 80 jaar. En dan heb ik 1950. En ik heb een levensverwachting van 71,5 jaar. Nou, ik doe dat op mijn rekenmachine. En ik maak daarvan 0,15. Nou, je mag hier best een beetje vanaf zitten. Namelijk 0,02. Dus wat is goed? Van 0,13 tot en met 0,17. Dat is goed. Oké. Nou, in de tekst staat ook nog in dat was op de vorige bladzijde te zien. In 2013 was de levensverwachting 81,04 jaar. Nou, we hebben dus als we van 2013 uitgaan, die 81,04 jaar, dan hebben we dus een stijging van 86 jaar en elk jaar komt er 0,15 jaar bij. En als je dit op je rekenmachine doet, dan kom je uit op 93,94 jaar. Nou, ik moet een conclusie geven en dit is mijn conclusie. De schatting komt niet overeen, het verschil is ruim 3 jaar. Maar heb jij nou een iets andere helling heb je berekend en jij komt juist wel in de buurt, dan zou je conclusie kunnen zijn dat de schatting wel overeenkomt. Maar ja, goed voor een punt, dus de conclusie. Nou, we gaan naar de volgende bladzijde. Uit onderzoek is bekend dat mensen met een hoog inkomen gemiddeld langer leven dan mensen met een laag inkomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de levensverwachting in landen met een hoog gemiddeld inkomen per persoon doorgaans hoger is dan in landen met een laag gemiddeld inkomen per persoon. En dat zien we in figuur 2. Want je ziet dus verticaal zie je de levensverwachting in jaren. En horizontaal het gemiddeld inkomen per persoon. En dat is dan weer in dollars. Nou, elke stip is een land. En zo zie je bijvoorbeeld daar staan Nederland. En daar zie je staan Qatar. En het is dus voor 2012 en we zitten op de volgende bladzijde.
In figuur 2 heeft zowel de horizontale as als de verticale as een logaritmische schaalverdeling. En dat klopt, hè, want je ziet hier een vermenigvuldiging van 10. Dat zie je dus horizontaal, maar dat zie je dus ook verticaal. Hij gaat dus van hier 10 gaat hij naar 100. Nou, er is ook een trendlijn zoals je ziet. En die is dan toegevoegd die het verband tussen gemiddeld inkomen per persoon en levensverwachting benadert. Nou, met een gemiddeld inkomen per persoon van $128.722 is Qatar het land met het hoogste gemiddelde inkomen per persoon ter wereld. En toch was de levensverwachting daar in 2012 lager dan je volgens de trendlijn mag verwachten. En wij moeten berekenen met behulp van van schattingen in de grafiek hoeveel procent lager dat is. Oké. Okay. Nou, we hebben te maken met een logaritmische schaalverdeling. Hè, dus we zitten hier op 10. Hè, dus we gaan zometeen eventjes de levensverwachting aflezen van Qatar en de trendlijn. Nou, we zitten hier dus op 10, ik zet er een stipje bij, dan is dat 20, dan is dat 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nou, dat stipje van Qatar zit er net een beetje onder, dus ik maak daarvan 78 jaar is de levensverwachting. Nou, het horizontale streepje daarboven zit dan op 90 en volgens de trendlijn, stipje op de trendlijn, er zit er wat onder. Ik maak dan van 87 jaar. Nou, let op. Je mag een marge van 1,5 jaar aanhouden volgens correctievoorschrift. Dus wat ik hier heb staan is goed. Nou, de werkelijke levensverwachting moet je vergelijken met de trendlijn. Dus dan is werkelijk is nieuw. En de trendlijn is oud. En dan krijg je nieuw min oud gedeeld door oud. Nou, als je dat op je rekenmachine doet, dan kom je uit op, ik moet namelijk afronden op een geheel getal, min 12, met andere woorden, 12% lager voor punt nummer 3. Einde video, tot de volgende keer.